taal op de bond uit te nodigen. Ja? We kunnen ook nog bakken mijn mensen. Even geduld. Goedendag, we zijn live. Het regeringsgebouw waar wij dus dan weer verslag doen over de situatie van EBS. De vicepresident heeft daarnet de mensen toegesproken. Het is namelijk zo dat hij dus dan heeft beloofd om vandaag een oplossing te brengen in de situatie. Op dit moment is meneer Hellings naar boven gegaan. En meneer Hellings gaat dus dan praten. En daarna komt hij terug. En dan wordt er dus dan de bond uitgenodigd. En daarna gaan ze dus dan kijken wat er allemaal zal gebeuren. In ieder geval zegt de vicepresident tevens, waarnemend president de heer Ronnie Brunswijk, dat er vandaag een oplossing komt in deze situatie. En de garantie heeft hij gegeven aan de EBS'ers. We hebben dit vaker ook al gehoord, dus het is afwachten hoe en wat er zal gebeuren. Meneer Pool, we zijn live. Hoe gaat het met u? Het gaat en met u? Ja. Tevreden? In elk geval persoonlijk gaat het wel. Ja, maar met bondwezen de omstandigheden. Eigenlijk kijk ik want ik bond moet tegen eerlijk solisme op voor tip 10 zo. Nu zijn het eerlijk, je een vakbondsleider, maar we willen een oplossing in die kwestie. Ja. Gerustgesteld door de vicepresident daarnet, want Amataki wil oplossen, ik kon het idee. Dat is de garantie. Nou, in elk geval zijn we blij dat de waarnemend president aangeeft dat er vandaag een oplossing komt. Dus wanneer we straks boven zijn, dan hopen we dat er ook daadwerkelijk vandaag een oplossing komt in die kwestie. Ja, maar dat hebben we vaak gehoord. Nou ja, dus daarom zeg ik, laten we boven gaan en dan gaan we kijken. U weet het, aan de voorzitter, ik kijk naar uitvoering van zaken. Daarnaar kijk ik. Ja, jullie hebben de actie overgenomen. Ja, dat klopt. U ziet het. Ja, en wat houdt dat in? Wat zullen jullie allemaal doen? Nou, als u goed kijkt, dan gaat u zien dat er een deel van de AZP'ers en een deel van de mensen van Telosur hier is. Mm-hmm. We hebben gezegd, we gaan de acties fysiek ondersteunen. Wat we hebben gedaan, we hebben die plekken niet leeggehaald. Voor tak onderling bakken door Luku Fawego Dorum. Minoma, tegen die de samenbito. Ja, ja. Maar hoe vind je dat ze Helling naar boven hebben geroepen en niet de hele bond? Nou, kijk, dus we hebben een understanding. Meneer Helling gaat even naar boven, is voor ons niet zo'n groot probleem. Mm-hmm. Wanneer hij terug is, dan gaan we. Ja, ja. Dus het is nu de zaak van Hellings, met andere woorden. Moeten we dat zo zien? Dus dat gaan ze nu even bespreken. En daarna? En nu weet de zaak van Hellings hebben we even gescheiden gehouden. Mm-hmm. Dan gaan we het algemeen probleem bespreken. Als dat opgelost is, is dat al een stap om weer naar het werk te gaan? Als wat is opgelost? Dat van Hellings? Dus in feite voor ons is dat van Hellings opgelost. De arbeidsinspectie heeft al bezwaar aangetekend tegen het ontslag. Meneer Hellings is niet met ontslag. Op dit moment heeft men hem op non-actief gesteld. En hij heeft het zelf aangegeven, hij gaat zijn case zelf door aanvechten. Ja. Begrijpt u? Dus de andere zaken die moeten vandaag opgelost worden. Okay. Meneer Poon, de heer Hellings was hier ook als secretaris, penningmeester van UvAf. Hij is penningmeester van de UvAf. Oké, nu wordt de bond uitgenodigd. Maar u heeft toch als UvAf het overgenomen? Nee, dus de waarnemend president bedoelt de UvAf. Dus ik let niet altijd erop wat mensen zeggen, want zo net hoorde ik mensen ook zeggen, de vicepresident. Hij is de waarnemend president op dit moment. Oh, we gaan als UvAf naar boven. Maar nu heeft hij dus even de penningmeester van jullie apart. Hij heeft niet de penningmeester genomen. Hij heeft meneer Hellings genomen om even zijn case te bespreken. Maar die case is door jullie toch? Die case, we zijn niet hier voor die case. We zijn hier voor de andere problemen. Het probleem van meneer Hellings moet natuurlijk ook opgelost worden, maar dat is even buiten deze eisen. Vandaar dat het normaal is. De kwestie van de stroomprijzen komt ook aan orde van. Vandaag nee, daarvoor zijn we niet hier. Nee. We hadden zo net een soort mini-escalatie, kun je zeggen. Iemand met meneer Leo Brunswijk die uit de auto stapte, was u er volgens mij al? Oh, ik was er nog niet. Ik heb het wel begrepen, maar ik was er nog niet. Okay, een mini-escalatie, hè? Ja, iemand. Oh. Iemand gooide al wat.
waterfles op hem. Een waterfles? Heeft iemand een waterfles op hem gegooid? Dat beweerde hij en hij okay. was dus boos en heeft enkele uitspraken gedaan. Volgens de medewerkers van de bond van EBS leek het erop alsof meneer Brunswijk heel erg provocerend bezig was, wat eigenlijk de gemoederen heeft verhit. Wat is de mening van de UvaF op de vertoning van meneer Brunswijk geweest? Dus kijk, ik kan niet een mening geven als UvaF, omdat we het niet hebben besproken, maar ik heb het ook niet gezien. Ik heb het wel gehoord en ik zeg wel als dat werkelijk zo is, een directeur moet dat soort dingen niet doen. Begrijpt u, maar ik was niet erbij, dus ik kan niet officieel een uitspraak daarover maken. Als ik erbij was, dan was het iets anders. Maar het kan ook niet zo zijn dat de mij bang staat op de directeur. Nee, dus kijk, dat kan niet. Ja. Toch, het is niet gepast. Maar even naar mijn meneer Harderwijk, blijf mijn meneer Kibaka. Toch? Maar we willen dat soort dingen wel voorkomen, omdat dan of dat doen. Want de jafutje een oplossing, dan een oplossing moest komen. Gaat u dat misschien ook ter sprake brengen tijdens het gesprek? Ik heb het niet gezien, waarom zou ik het ter sprake brengen? Voor mij is het belangrijk dat er een oplossing komt in de kwestie waarvoor we hier zijn. Dat is belangrijk. Dat was meneer Paul. Trouwens, meneer Paul, KPA is op straat hier in Nieuwsu. Wat zegt u? De maf KPA die tap straat in Ono de. De maf tapuanika straat meer. Nou meer, dat is even, maar ik was niet ervan op de hoogte. Ja. Maar de maf tapuanika straat. Ja. Ah, nou, geel, ze want mensen die wagen even rijden op. Maar, nou meer, dat is even, maar ik was niet ervan op de hoogte. Oké. Okay. Ja. Maar, hoe de solidaire naar de man toe of wat naar de man? Nou, dus kijk, even mijn saptak de man de bezig, maar dat is over solidariteit enzovoorts. Maar om het om kort gewoon daarop in te gaan met elke vakbondscollega. Ook al wat de situatie is, zolang de mij fit wan rechtvaardig fit giro komang, dan met de solidair. Ja. Want na gauro komang om fit. Inderdaad. Ja. Blijven het checken, dankjewel. Ja, en dat was meneer Paul met wie wij gesproken hebben. De situatie van EBS lijkt zo'n beetje opgelost te zijn. Nou, te zijn. Er komt een oplossing, dat zegt de vicepresident. De waarnemend president, laten we dat hopen. De president heeft de oplossing niet kunnen brengen. De waarnemend president waarschijnlijk wel. Dus we gaan kijken hoe deze situatie dus dan verder zal gaan. We staan nog even hier. We kijken even rond met mensen die wij dus dan nog even kunnen babbelen over de situatie. Ik weet niet hoe lang ze meneer Hellings boven gaan houden. Ja, dus I don't know. We hopen dus dat dat niet te lang wordt. Anders moeten wij uit deze live en wanneer hij naar buiten komt, dan kunnen wij dus dan een andere live starten. Maar het nieuws van dit moment is dat de waarnemend president, meneer, hoe heet hij, meneer Ronnie Brunswijk, heeft aangegeven dat hij het probleem vandaag zal oplossen en dat de mensen naar het werk zullen gaan. Leo Brunswijk, met andere woorden, collega, Leo is binnen, hè? Ja, oké. Okay. De directeur van EBS is ook binnen. Dit is Leo Brunswijk. Dus zeg met andere woorden, directie is binnen. Meneer Helling is erbij. Dus we hopen dat er een oplossing komt in deze situatie. Als we niets meer te vertellen hebben en als we echt nog even moeten wachten op meneer Hellings, dan zullen wij deze live moeten beëindigen voor dit moment. We komen straks weer met meer nieuws vanuit het regeringsgebouw, waar wij dus dan nieuws voor u brengen over het gebeuren van EBS. Gerald Harderwijk is de naam. Roberto Ormskerk is de man himself. We zijn er later.